en daar word je mee wakker. Dag 2. Goedemorgen, oh, nou ja, eigenlijk technisch gezien is het ook al middag. Oeps. We hebben gisteren, voordat we gingen slapen, nog even film zitten te kijken. Moana, Vaiana, hoe je het ook al uitschelde. Rotnummers. En ik loop nu over het strand, laten we erover gaan zingen. Ik ben als blok in slaap gevallen. Ik heb 36 uur wakker geweest. Krat niet aan, is niet slim. Gewoon omdat ik niet heb kunnen slapen, zo erg was het. Ik heb echt als blok ben ik in slaap gevallen. En we gaan dadelijk dus weer naar de drukste dag van Abu Nai. Dat is altijd zaterdag. Altijd de drukste dagen bij conventies. En ook uitverkocht zijn eerste dag. En nogmaals? Het is uitverkocht als de enige dag ook. Dus dat betekent dat er extra veel mensen rondlopen en extra warm gaat worden. En extra. Het is warmte! Ja, nee, het gaat warm. Het gaat veel warmer worden. Oh, trouwens, jongens, maak je geen zorgen. Alle Eevee plusjes en alles die liggen achter op tafel en voor op tafel. Want ik heb hier heel veel logees. Laten we het daar even op houden. Dus de studio ziet er ietsje anders uit dan normaal. Maak je daar geen zorgen over. Ik zie mezelf niet, dan ben ik op film. Oh ja. Dus, nou, ik heb vandaag dan de Jotjot shirt aan. Ik heb. We gaan kijken of we op de. Nee, dat wordt gewoon een feit. Ik moet het niet questionen. Dat we op de Eevee rugzakken kunnen dan de schouder dingen komen. Zodat ik dus de hele tijd een Leafeon en een Jolteon op mijn schouder heb. Nog heel even wachten. Achtergrondgeluid wordt bijgeëdit. Heel even wachten hoor. Ik heb koffie. Ik heb koffie uit mijn mok van Smaakjes. Oh nee, wacht even, geen spoiler, maar jullie hebben het al gezien. René Cards. Die heb ik gehad van René. Met deze dan weer gemaakt mogelijk gemaakt door René. Alles wordt mede mogelijk gemaakt door René. René is awesome. Enige reden dat hij leeft. Weet je wat? 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 Maar is René dan ook bij Abu Nai? Nee, René is niet bij Abu Nai, maar in ons hart is hij er. Ja. Klef, zukkous. Ja, ik weet er alles van. Dus, koffie. Wat? Een soort van embryo's. Nou, ja, eindelijk. Nou, ondertussen zijn we een beetje hersteld van de eerste dag / nacht. Dus we zijn alweer goed fit. Eventjes langs Albert Heijn. Eventjes een broodje pakken. Voor, onderweg of daar of iets. Want sorry Albert Heijn, maar muntjes is een no-go. Dus, En, dan gaan we gelijk door naar Abu Nai dag 2. Dus, Ik ga... Ik wil een appel! Appel! Het is een appel! Welke ga je pakken? Pak een goeie. Pak een goeie. Ik weet dat deze ook wel lekker zijn. En je stopt hem in een zakje. Zakje! Sexy, sexy word. Ja, je moet het wel afwegen. Oh, moet dat hier? Ja. Dat... Ik vind het wel jammer dat dat niet meer is. Zo ja. Flame. Maar alsnog wil ik hem afwegen. Oh, je mag wel afwegen. Ja, is het nou een groente of een fruit? Het valluik. Ik ga even achter de valluik open. Als ik een fout maak, dan gaat de valluik open. Volgens mij is het fruit. Oh, dus het komt goed. Deze. Controleer het. You better, because the floor will open. Nou, weet doe je tegenwoordig niet meer daar. Nee. Stand by. Nee, we rollen al. Rollen? Nee, we rijden. Ja, autosenders zijn fun! Gewoon, wat heb je netjes je gordel om? Altijd, hè? Altijd netjes je gordel. Ja, ik ook. Ja, ja. Houdt er niet, dat ook goed. Ja, maar Hunter die hoeft geen. Hunter die zweeft. Waarom zit hij dan in een auto? Omdat hij liar is. In ieder geval, we zijn dus nu onderweg naar Abu Nai en deze weg gaat op zich best wel fijn. Erik en de rest zitten in een andere auto. Ik was zo stom om een bandje te vergeten. Oeps. Dus ze hebben hem heel los gedaan bij mij. Echt heel los.
hangt er gewoon af. Ik denk dat ik gewoon beter aan mijn bosbandje extra kan doen. Dus ja, dag 2, hè. Dus, bijna 2:30. Maar ja, het is tot 3:00 ochtends weer, dus op zich is het niet zo'n ramp. Morgen gaan we wel eerder in verband met, ja, dan is het de laatste dag en dan is het 6:00, geloof ik. Dat is voor mij ook, maar ja. Wat eigenlijk best wel jammer is. Maar laten we hopen dat we vandaag de weer van Wakkerdam edit grap in deze aflevering er dan bij kunnen gooien van dag 2. En dat lijkt me hartstikke leuk. Muziek op de achtergrond is ook hartstikke leuk. En ja, driving. Heb je het wel naar je zin? Ik heb een Umbreon klok. Ik heb Glaceon, ik heb Leafeon en Jolteon gekauwd. Dus ik heb al mijn treasures heb ik al. Ik heb Hoopa! Hoepel toch op met die Hoopa! Nooit! Dat is een cadeautje van Axel. Voor alle Hoopa-liefhebbers, dat is een slogan van ons in verband met trading card games. En ik had Hoopa in mijn deck zitten en... Niet de Hoopa EX, maar de gewone Hoopa. Gewone Hoopa. Gast, waarom zit je te remmen, man? Ga nou toch eens. Ja, laat een remspoor achter dadelijk, man. Ga. Ja, ik moet heel eventjes, we moeten richting Eindhoven Airport. Dus we moeten het volgende moet hebben. Ja. Dus het is druk op de weg. Nou, we zijn eindelijk aangekomen. Ik met mijn sunglasses. De zon is nogal een beetje aan de scherpe kant vandaag. Dus ja, we kwamen wel een groot ongeluk tegen. Gelukkig niet aan onze kant. Dus we konden wel gelijk doorrijden. Trauma heli erbij en alles. Daar kwam gelijk, hoi Eevee. Hoi Vaporeon, hoi Flareon, hoi Glaceon. Ja, nee, misschien. Vlog. Oké. Okay. En Baymax. Hi, you are Baymax. I am Baymax. We're both Baymax. Ja, ik moet hier dadelijk komen bij Weerwolven. Dan... Oh, spoilers! Dat zien jullie dadelijk wel. Dus in ieder geval veel plezier. In ieder geval, we zijn dus aangekomen. Dus ik loop gelijk door naar de groep. Maar ik had bandproblemen. Ik had een lekker band. Bandje. Je weet wel, polsbandje. Immer! Dus, hi. En deze die komen dadelijk om de schouders. Daar gaan we ook nog voor zorgen. Dat gaat leuk worden. Dus ja, want we hebben hier heel de groep. We hebben Zomerse Link. Yep. Nee, hi. En Zomerse Red. Shorts are comfy and easy to wear. Je bent heel white. Je hebt ook een zwart shirt. Dat is te warm. Veel te warm. Het is 26 graden, dan smelt ik. En dat? Sun. Die was net cameraman in de auto. Leuk. Was het dat? Ik kan het alles, of was het niet? Dan kom you en why? Omdat je kanaal volgende week 10 jaar bestaat? Nee. Dat had niet hoeven! Oh. Leuk in mijn pakje! Ik denk dat het er meer zoiets, Jeremy. Het is een doos. Het is een hele mooie doos. Ah, ja, dat is... Doosje. Geen mok, doosje. Ja, bijna zo. Ja. Mooi doosje. Oké, nou doosje. Oh mijn god, oh mijn god. Ja. Ah, oh, die is zo mooi. En sowieso, je wou ook iets op je schouders hebben. Ik zie hier inderdaad. Ja, maar die kan ook. Maar die kan dus ook. Ja, die kan, ja, maar het kan bovenop je pet. Gewoon echt middel bovenop. Dat staat eigenlijk ook wel leuk. Maar echt awesome. Lekker dichtbij. Een hele schattige Eevee. Die gecosplayed is als Link. Eevee! Zal ik ook even gaan staan? Zo. Gaat het? Zo blij is hier van. Dat is echt awesome. Nou, dit is de eerste keer dat je mij emotioneel ziet. Hè. Dat is echt awesome. Gelijk gas op mijn bek. Kijk jongens. Ja, jij bent dus echt gewoon een hele grote, ja, ik wou zeggen stapel, maar het is eigenlijk weer een veiligheidsspel op mijn YouTube kanaal. Dan moet ik een fotootje van jou maken op, nou ja, blauwdoek zal ik maar doen.
En dan kan ik jou ergens op de achtergrond neergezetten met 10 jaar eronder. Dit wordt daar een logootje van. Oké. Hij is echt heel mooi geworden. En one of a kind, hè? Hè? Natuurlijk, je hebt het met de hand gemaakt. Ja. Elke keer zaten we op Skype in Noordië. Nu weet je wat dat geluid was. Echt, Andert en ik zaten zo vaak, wanneer jij dan vertrokken was, wist hij maar waarvoor dat geluid was. Wist anders. Als je het wist. Ja, maar ook momenten dat je daadwerkelijk daarmee bezig was. Wie is voor jou schat die knuffel? Nee, ze heeft al een knuffel gehad. Die was voor jou bedoeld. Maar ik heb helemaal niet meegedaan. Jij hebt moraal support gegeven. En ik heb gehoord dat of hij leuk eruit zag. Dat ziet hij zeker. Ik heb ook een link, Evie. Hoe ben je op het idee gekomen, link, Evie? Dit is eigenlijk best wel simpel. Zelfde player 20 naar Stevie bedoelen. Ik zat er nog aan te denken om eventueel dezelfde uur te kunnen. Nee, dit is echt ideaal gewoon. Ik heb ook dat detail hier ook gebeld. De ogen. Voel dat steltje ook duidelijk zichtbaar. Gewoon ook een hemel. Ik denk dat ik wel op mijn bed inderdaad zo zou kunnen. Ja. Ik denk dat dat heel leuk eigenlijk. Hé? Dat nog heiliger. Oeh, er zit een draadje op. Ja, en het. Oh, dit hier. Ja, dat kan nog los. Nou, die gaat niet in. Dat kun je inderdaad wel aan. Dus. Draadje pakken? Als je dan. Even delen dit. Want... Ja. Oh, zo. Niemand is zitten wachten op mijn gejank. Niemand? Kijkers? Kijkers, zaten jullie daar op te wachten op een heel mooi emotioneel moment? Gewoon pure vreugde. Zo erg dat hij hier om moest huilen. Ja toch? Tranen van geluk. Hij ligt ook zo lief. Het is echt niet te staan, het is echt gewoon zo'n lichtwitte wadel. Hoe deel ik foto's op Facebook? Nee, ik kan het niet. Kan iemand mijn ding eens uitleggen? Oh, nice. Oh. Maar daardoor is ik ze volgens mij niet gelijk. Oh, ik ga wel eventjes. Sorry jongens. Oh. Ik was van mijn rug nog van gisteren. Hoe laat zijn we gisteren naar bed gegaan? Half vier. Ja, nee, dat gaan we even. Alleen, ik was vanaf. Ik was 36 uur wakker. Dat is 46. Even kijken, we beginnen eerst met deze. Delen. Ja. Goed zo. Haas, boem. Perfecte hoogte gewoon. Je kunt het. Ik ben bezig. Op deze foto. Dat is het ook. Ken ik hem op? Nee, ik ken hem alleen zo op mijn persoonlijke Facebook. Maak je geen zorgen jongens. Op het moment dat... Jullie zien het waarschijnlijk al als het evenement voorbij is en alles zien jullie het voorbij komen. Maar of jullie zien het nou voor het eerst in de video, ik weet niet. In ieder geval Facebook, wil je het op Facebook zien? Link staat in de beschrijving van Facebook. Oké, Steven heeft dus geen telefoonskills meer dankzij. Goed zo! You literally blew his mind! Als ik die video ga maken, dan wordt dit gewoon de thumbnail. Via YouTube en dan houdt dit de thumbnail. Dat is het. Wacht even. Oké, okay, we hebben onze... Mijn pet zit nogal heel erg... Yo, what's up, y'all? Jezus. We zitten nog steeds hier in het zonlicht, want het is heel erg warm. En onze generous buttons... Generous buttons. Het grappige is... De buttons, ja, die konden niet meer op mijn shirt. Plus ik was bang om Evie kwijt te raken, zijn heb ik die niet meer bij. Dus dan ben je daarvan op volgende. Dat is prima. We liepen dus deze hier. Super schattig. Ja, ik was een beetje bang. Ik zal op elkaar zetten. Oh, zo. Die zijn echt mooi. Wel naam voor ze. Ik heb ook deze voor je vriend, maar ik weet niet of die mee hebben. Over wat is deze Leroy? Oh. Nooit uit in elkaar, joh. Niet, nee, het is geen spoiler, het is geen spoiler. Ja. Nou, ik zou het dan Leroy geven, ik denk dat hij zeker er heel erg blij mee is. Ik heb ook kaarten mee.
Niet wegwaaien, hè? Want moet je dan... Oh nee, wat zeg ik nou? Je kan niet fly. Anders doen we maar de uitdrukveiligende in tas, joh. Dit zijn allemaal Eevees. Oh, dat had ik gelezen op Twitter, ja. Stop giving me things! Oké, ik ga proberen een... Ik ga proberen een soort van unboxing te doen. Ja, de rest die komt eigenlijk even onze kant op. Ik wil jullie proberen te laten zien. Zo goed? Ja hoor. Okay. Zo. Probeer ik ze zo even. No. Ja, trouwens, dit gaat makkelijker om het zo even te doen. Het is een grote stapel. Zoveel Eevee! En Ken! No! Die heb ik er niet aan! No! 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 Oh, deze die Ken! Hij is Duits! Beringen door het daft! Das accept Pokémon, das is Generalschaft, ja das! Zauber blad! Zauber blad! Livion, doe je zauber blad! Doe je Beringer daft! Heerlijk, dat Duits! Dat zijn niet los van doen. Ah, heerlijk! Oké, Jolteon die heet dus gewoon Blitza. Blitza! Glazolia! Ah, dit is zo awesome! Ah, oh, deze is echt awesome! Light voor Jan. Light is light! Oh, dit is echt zo awesome! Beste unboxing ooit! Ja, 3,5. Dit is zo awesome! Ik denk dat ik een tweede Eevee map moet gaan aanschaffen, jongens. ik denk inderdaad dat het nodig is ondertussen. Oh, deze is gewoon hollow, kijk hier. Wauw, die ziet er best wel uit. Kan ik mijn jas hier? Ja hoor, ik let wel op. No! Oh, kijk hier nou. No! Ik heb het ook hier. Oh, deze zijn zo awesome! Hier zijn ook leuke kaartjes met je kaart. Heel pijnlijk zelf hoor. Eigenlijk moet ik hem nog niet binnen. Oh, jij mist die snatch cup, die heb ik nog niet. Hier, die. Hij mocht niet in het water. Ik zal het even netjes teruggeven. Deze heb ik ook nog niet. Wat? Het is kleurig. Wauw. Het is echt geweldig. Deze heb ik ook nog niet. Het is prima bedankt. Oh. Ja, ik heb sinds ook zo mooi, ja. Dan moet ik hem uitpakken. Jongens, die gaan we weer. Ja. ik weet al de titeling van deze aflevering. Zo wil ik hem cadeaus, emotionele Stevie. Voor een ogen. Oh. Ik hoop echt dat. Dat is basically een game. Ja, Stevie, jouw ding. Ja, vind je het gek om op zijn? Totaal niet. Ik serieus, jongens. Ik maak mijn video's op YouTube, kom op! Oh ja, dit was ook een cadeautje voor Mew. Ja, ook nog zo'n kaartje en dan een zo schattig. Die erbij doet. En deze is dan ook nog zelf gemaakt ook al. Zo schattig! Dat is in ieder geval geweldig. Nou, dan ga ik me zeker verplichten om zoveel mogelijk weer te werken aan deel 3. Hè. Dat is ook graag. Ik heb ook enorm zin om deel 3 te zien. Nou, het punt is, ik heb er nog geen 1 centimeter of 1 seconde van geëdit in verband met werk. Ja. Nou, morgen is een vrije dag. F*** vrije dag. Oh, taalgebruik, sorry.
Ja, dat komt gewoon de sensor bliep weer op. Hij is echt awesome. Hij kijkt zo schattig. Hey. Hij kijkt super blij. Oh. Super vrolijk aan. Wow. Nou, deze die was er ook trouwens nog bij gekomen. En natuurlijk al die kaartjes die je net zag. Nou, die putjes, daar weten jullie van. Enorm bedankt. Het was eigenlijk ook bij ons. Ik heb geen woord voor. Wat een jankenvleeging vandaag. Ik traad van geluk, echt. Jullie natuurlijk ook nog steeds bedankt voor... Ja, oké, het is nog niet officieel 10 jaar, maar jullie in ieder geval ook bedankt voor 10 jaar het supporten van het kanaal en voor de complimenten. En ja, dat jullie het nog steeds leuk vinden. Ik ben ook echt niet van plan om te stoppen en ik ga ook gewoon zeker door. Dus hoe zwaar dat het ook wordt, of hoe zwaar dat het ook is, op dit moment is het heel zwaar. Maar I don't care, we gaan gewoon lekker door. Ja, ik houd je niet tegen. Nee, precies. En echt alle mensen die meedoen en meedoen met het kanaal, zoals Erik inderdaad, Gregory, Leroy, Erwin, Anne natuurlijk, Mandy die doet natuurlijk mee. Nou, graag gedaan hoor. Kent niemand? Ja. Ik wil zeker weten dat ik niemand vergeet. Oh, ik zat eigenlijk niet op te letten wie je allemaal opnoemde. Ik heb Erwin en Leroy heb ik genoemd. Ja. Mandy heb je genoemd, mij heb je... Ik denk dat je iedereen... Ja, ik heb volgens mij iedereen opgenomen. Gregory had ik... Ja, je hebt iedereen. Sharing is caring. Hey! Anywhere, let me say you're welcome. For the wonderful world you know. Guys, I was meaning it. You're welcome and thank you. Nou, dat was mijn terrible attempt to do you're welcome. Oh, even wachten, Jotty omvalt. Ik heb echt een cameraman nu nodig. I smacked somebody in the eye. So you're welcome. Voor degene die dat ding in de eye had gehad, you're welcome. I'm still sorry about that. Jotty kijkt echt zo van, what? Dus we gaan weer terug naar de... Ik hoop dat we wel ergens even... We gaan weer naar buiten inderdaad, maar... Ik hoop wel dat we ergens gewoon op een stoel dan kunnen zitten. Want op de... Ik moet even kijken waar Michel en Bjorn heen zijn gegaan. Zit die even wat leuker? Ah, ja, dat is beter. Dus, ja. Zoiets. Dus... So, you say you're welcome. You're welcome. Hey, it's okay. You're welcome. Oh, is dat toch lekker als je dan weer naar buiten komt in één keer? Eventjes zo gewoon frisse lucht, blijheid. Kramp in mijn arm ondertussen. Ja dan. Haha. Lucht. Dus, maar goed. Waar hebben we? Dag 2. Heel veel cadeaus. Iedereen dankjewel daarvoor. Nog steeds emotioneel erover. Blij, happiness, honger. Ik wil pizza. Skateboard! Hey. Sigurd. Ja. Incestus Vincent. Dus, ja. Wendy! Is er eigenlijk iets geworden tussen jullie, of? Ze zijn mijn main bitches. Pimp Dipper. I forgot to turn off my swag. Oh mijn god. Is dat? Nee. Nee! Nee! Ja! Ja! Voor de kijkers, ik denk dat jullie hoop dat jullie het wel kennen, Gravity Falls. Yes. Als je niet, kijk het. Oh my god, that's so cute! Ik ga het proberen. Wij lopen alvast door. Wij zijn er. Dan.
Uit de hoofd hoor. Dus, ik ben hem nog aan het oefenen. Wauw. Impressive. Yeah. Oh ja, en trouwens. Hey Deb. Listen. Still need that remote control. Bring it ASAP. We are going to clean the toilets again. Don't read too much in that book, seriously, with your silly fantasies. Kids these days, they have all the fantasy. And about the day off for tomorrow, not gonna happen. I need you on work. Man. No, it's not gonna work. Dark side! We gotta catch you, bros. Ja. Ja, maar ik wil even zeggen, ik zie jou echt letterlijk bij elke conventie waar ik heen ga, vanaf de allereerste. Kloppen. Dat was Tomofair 2015, het was een soort van Dark Mario. Ja, dat klopt. Ik ben sinds 2014 echt alle cons... Ik was f***ing bang voor jou. Nee, dat is dan juist dat hij geslaagd was. Ik was nog een kleine wierboel. Ja, maar ik ben nou vriendelijk, dus dan zeg ik sorry. Dark Mario die komt voorlopig niet meer, maar ik heb geen Mario plannen, dus ik ben nou van plan om... Het zag er wel heel grappig uit. Dankjewel. Ik ben nou eigenlijk misschien van plan om een keertje met een lepel rond te gaan lopen. Als de Gina Zanji. Ja. Wauw. Ja, dat ziet er nou niet zo intimiderend uit. Nee. Nee, maar voordat jullie de bus missen. Ja, we weten niet waar ze komen, maar als maar. Ik neem aan dat jullie naar Californië gaan, dus. Oregon. Ja. Hey, Californië was dat toch op de laatste aflevering? Nee, het was Oregon. Ja. Ja, dat was toch in Californië? Ja, maar wij wonen in Californië, maar we willen terug naar Gravity Falls, want er wonen alle coole mensen. Ja, dat was top! Season 3 confirmed. Nou, het begint al een beetje aan de donkere kant te gaan worden. Dus we zitten nou met z'n allen, ik zal heel even rijden zo. We zitten nou met z'n allen gezellig pizza te eten en te discussiëren en weet het allemaal nog meer. We gaan dadelijk gewoon naar onze plek, Weerwolven van Wakkerdam. Maar we gaan de toren van pizza eerst maken. Oh ja, de toren van pizza. Ja. Tadaa! Oh nee, hij moet iets schuiner, want het is wel de toren van pizza. Ik ga zitten. Ja, als je nu gaat zitten, dan... Hou er ring over, dan hoor. Gaat hij waarschijnlijk omvallen. Goed zo. Oh. Nee. Ik hou een balans op. Ja, deze bank is een beetje wankel. Als iemand opstaat of gaat zitten, dan lanceer je elkaar. Ik ga opstaan. Voor de toren. Nee, de toren van pizza, die... Nee, de toren van pizza wint. Ik ga heel eventjes gewoon gecensureerd. Zo, nou weten jullie niet wie het is. Want ik ben gecensureerd. Jullie zien alleen maar mijn snor. Maar wij gaan dadelijk dus... Jee, ik heb geslagen. Nee, je hebt hem geschopt. Wij gaan dadelijk dus richting... naar binnen. Waar we altijd weer wel voor mijn Wakkerdam gaan doen. En ik hoop dat ik dit dus kan filmen. Dat is namelijk hartstikke leuk. Of tot iemand gewoon... toeschouwer wil zijn die het filmt. Dat kan ook leuk zijn. En dan wil ik dat systeem eigenlijk gaan doen waar ik het over dag 1 over had. En anders misschien dag 3. We gaan het gewoon proberen. Dus. Het is donker en dit is een hoek van de studio die jullie nog niet hebben gezien. Nou ja, het is eigenlijk praktisch gewoon mijn gangplekje. Dus niet echt zo heel erg verboeiend. Jongens, mijn Umbreon die zegt op het moment dat het zo laat is. Jullie zien dat het buiten donker is. Dit is de tijd. Het is 4:30 in de ochtend. Nou, we zijn vandaag om 12 uur wakker geworden. Nou ja, ik ben om 12 uur wakker geworden. Nee, iets voor 12 zelfs nog, want voor mijn wekker was ik wakker. Het was 11 uur, ja. Zo, 11 uur volgens mij. Ik was in ieder geval 11 uur wakker. Ja, zo rond die koers. In ieder geval, we hebben een hele lange dag gehad. Eentje ligt al op bed, dus daar hou ik de camera van weg. Dat vind ik niet echt netjes om dat te filmen. We hebben een gigantisch leuke dag gehad. En als jullie dan denken van... Maar waar is Weerwolven van Wakkerdam? Het is gefilmd. Maar dat gaat een aparte video worden. Dus die upload ik waarschijnlijk na deze dag. Tenminste, dat zeg ik nu gewoon. Want dan weet ik zeker dat dat gebeurt. In ieder geval, ik moet een beetje zachtjes zijn met mijn outro. Want zoals jullie zien, het is 4:30 ochtends. Ik heb buren. Ik heb hier mensen die willen nou gaan slapen. Nogal wie dus. Ik ga zelf ook slapen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je nou een leukste momentje van deze con? Ja, je zat te janken. En hoe? En ik heb nog diverse malen eigenlijk... nog tranen lopen laten vallen eigenlijk. Want ja, vergeet niet natuurlijk. Simpelweg de hele dag was emotioneel.
Ja, echt. Ik vind het jammer tot Anne, want Anne die komt maar één dagje. Dus die is er morgen helaas niet bij die dag, de final day. Ja, natuurlijk de, hoe heet dat, Vaporeon en de Leafeon, daar ben ik heel erg blij mee. En, zoveel Pokémon kaart. Echt, Meertje, je wil niet weten hoe erg dat je mijn dag hebt gemaakt. Echt, en wat natuurlijk ook heel lang leuk was, dat we de eigenaar van het steentje van Kersenfest terug hebben. Ja, die hebben we teruggevonden. We hebben inderdaad, zoals ik al zei, toen die tijd Silvelina. Yep. Die was niet iemand anders, maar we herkenden haar aan de Silvion oortjes. Dus ja, we hebben het teruggevonden. Ik heb haar gegevens. Luna komt zo snel mogelijk weer terug. Dus nog meer pluspunten gelukkig daarvoor. En echt heel toevallig tot we er tegenkwamen. Ja, ik zal het heel eventjes zeggen. Kom maar. Dus ja, ik zie nou het beeld niet, maar ik denk dat ik goed staat te focussen. Ja, ja. Dus ik ben het een beetje gewend om op mezelf te richten. Dat klinkt zo fout, ja. Mijn face elke keer en daar hebben we shiny Eevee. Dus, ik heb een staart in het afgehaald. En moet wel weer daar terug, want deze tafel zit vol. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Dus jij vindt het een leukste momentje, ja, laat het inderdaad weten. Voor mij, dit heeft enorm een dag gemaakt. Ik sta nu weer bijna met tranen in mijn ogen. Wat een emotioneel gezeik. Ja, nou, is een kant van mij. Ik ben gewoon echt enorm blij dat ik zoveel vrienden heb. Die gezellig meedoen met ons. En nou, Myrthe, ja, echt... Wauw, wauw, jullie zijn gewoon geweldig. Kijkers, jullie zijn geweldig. Jullie maken dit allemaal mogelijk. Genoeg gezeur. Ik moet gaan slapen, jongens. Ik ben echt gewoon back af. Dus ik dank jullie voor het kijken. Nogmaals, voor de derde keer al. Leukste reactie. Zijn jullie waarschijnlijk al aan het typen van... Ga nou slapen, verdurie. Tot morgen. Laatste video. Die komt dan. Dus dat wordt een part 3. Final day. Doei! Doei! Ja, ik probeer jou in beeld te houden, want jij ligt te slapen. Oh, nou dan in dat geval, kijk, niet van mij om te slapen. Oink, 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 oink. Waarom is dat afgerukt? Nee, die hoortjes zijn toch beter daarboven? Ik moet echt stoppen, dus. Bäh.